allemaal, het is voor mij vandaag woensdag en welkom bij een nieuwe vlog. Goedemorgen allemaal, ik ben buiten. Ik start de vlog vandaag gewoon eens buiten. Ik ben inmiddels wakker, aangekleed en wel. Ik stond vanmorgen niet zo heel erg lekker op. Helaas, dus dat was wel even jammer. Mijn haar piekt trouwens aan alle kanten, er zit helemaal niks in. Dus let daar maar even niet op. Maar ik werd vanmorgen niet zo erg lekker wakker, dus ik denk dat ik vandaag ook even mijn gemakje lekker ga houden. Maar ik ga even boodschapjes halen, want dat zou ik dus vandaag gaan doen. Ik denk, nou laten we nu maar gewoon lekker vroeg gaan. Het is nu inmiddels 8:04, dus dat is top. Ik ben 7:30 uitgegaan en nu onderweg naar de supermarkt om rookworst te gaan halen. Trouwens, ik heb gisteren, als je de vlog van gisteren hebt gezien, heb je kunnen horen dat ik Julie in de Phantoms aan het kijken was. Die heb ik dus gisteravond uitgekeken. Ik dacht dat er dus nog heel veel afleveringen kwamen, maar het gaat maar tot aflevering 9. Dus dat vond ik wel jammer. Maar goed, hopelijk komt er snel een seizoen 3, of we zijn seizoen 2 bedoel ik. Dat zal veel beter zijn, want het is nog niet afgelopen. Het is echt zo'n einde dat je denkt, oh fuck, waarom? Ga dan gewoon door. Maar helaas. Maar goed, ik ga heel even naar de Appie. Denk naar Appie, naar Albert Heijn. Misschien Plus, misschien Albert Heijn, ik weet het niet. En daar even wat eten halen voor vanavond en een paar kleine boodschapjes en zo. En daarna dan lekker naar huis. En ik denk vandaag gewoon lekker een chill dagje. Er komen vandaag pakjes voor mij binnen. Dus daarvoor moet ik ook thuis blijven. Maar ik weet niet. Ik werd vanmorgen niet heel erg lekker wakker. Dus kijk trouwens, het is zon jongens. Ik werd vanmorgen niet heel erg lekker wakker. Dus ik wil heel graag lekker mijn gemak houden vandaag. Misschien dat ik nog dingen ga doen. Ik heb geen flauw idee. We gaan het meemaken. Ik heb trouwens gisteren wel een bestelling geplaatst op Shein. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Van die nieuwe badkleding en zo. En ik heb zo'n TikTok-leving besteld. Ik ben benieuwd. Goed, ik loop bij de winkels. Maar ik sta dus bij de melkschap en zo. Daar hebben ze vaak ook van die ijskoffie staan. En al hebben ze dus een hazelnoot macchiato Starbucks ijskoffie. En ja, die gaan we natuurlijk niet laten liggen. Dus er staan er 2 in mijn mandje. Wel lekker om even te proberen. Ik heb net de dierenarts gebeld, want we hadden ook nieuwe medicijnen nodig voor koning. En die kan ik gelukkig zo meteen gelijk ophalen. Dus ik hoef vandaag niet heen en weer te hobbelen. Want het was namelijk zo dat ik eigenlijk eerst boodschappen ging doen, dan thuis de dierenarts ging bellen. En dan vervolgens naar, en dan vervolgens weer terug naar Akkerhof om naar de dierenarts te gaan. Maar uiteindelijk kan dat allemaal in één keer. En ik heb even toch geen chippies of zo. Ik sta nu bij het chipsvak. Maar ik wil iets, ik heb trek in iets lekkers. Of iets zout of zo. Het liefst ook iets pittigs of zo. Misschien dat jullie Doritos meenemen. Die Flaming Hot chippies zijn die Flaming Hot. Weten jullie dat jongens? Ik heb die nog nooit op. Maar het lijkt me wel lekker. Eigenlijk. Zal ik ze meenemen? Deze, die Flaming Hot Nacho Cheese. Ik weet niet of dat dan. Ik wil eigenlijk ook gewoon iets lekker weg kunnen eten of zo. Misschien dat ik zo'n pot Pringles meeneem of zo. 2 voor €3. Oké, nou ja, dan doen we dat toch. Wat is dat? Red curry. En dan wil ik wel zo'n hete, zo'n hot and spicy. En dan heb ik voor mijn moeder wel zo'n normale mee. Maar het is echt gewoon een halve shopblok hier in de winkel. Maar wat neem ik? Ik wil nog 2 bussen. Dit is die knoflook volgens mij toch? Die vind ik niet eens zelf vinegar, die vind ik niet lekker. Dat is die knoflook, het paardje. Oh, je hebt ook nog sour cream, die groene, die eet Kevin altijd. Ik zou het gewoon hierbij laten. Ik laat wel hierbij op. Misschien nog een zakje chipjes extra mee of zo. Ik weet niet, hebben ze van Lees nog lekkere dingen?
zie niet zo heel veel eigenlijk. Helaas. Ik zie niks lekkers meer eigenlijk. Oké. Ik ben eruit. Ik ga bij de koffie kijken, bij de koffie. De telefoon gaat weer af. Het kan maar één iemand zijn. Oh nee, ging niet af. Ik wil gewoon dat hij afgaat. Tot wanneer hebben ze gele Oreo's? Ze hebben gewoon gele Oreo's. Het ziet er echt verdomd lekker uit. Oh, ze hebben ze ook in een kleine verpakking. Die gaan we testen vandaag. Ik wil wel een, deze zelf gebroken. Ik wil wel een redelijk heel pakje. En als het goed is... Dat verkopen ze natuurlijk niet. Lady Gaga heeft ook haar eigen Oreo's. Maar die dingen verkopen zie je natuurlijk helemaal niet, hè. Dat is zo stom af en toe, maar goed, maar niet uit. Oeh, lekker kokosnoot macchiato. Dat klinkt lekker. Cappuccino. Café latte. Dark roast. Zijn het koffiecuts? Mokka. Die Milka koffiepads, die kan ik niet meer vinden van dat... Oh ja, ik moet even amandelmelk nemen, want ik heb die van de Plus weggegooid. Die was echt niet lekker. Misschien kleinere pakjes. Barista havermelk. Die is net zo duur als een groot pak. Haver. Ik denk dat ik wel voor haver ga en niet voor amandel deze keer. Misschien dat ik dit lekkerder vind. Ik weet het niet. Misschien vind ik het ook hartstikke vies. Ik heb geen idee. Ja, ik ga nog even bij de snoep kijken. En dan ga ik denk ik weer richting huis. Of tenminste, de rest doen. Denk ik. Ik wil eigenlijk die andere vestje, jasje dingetje nog meenemen. Maar, ik twijfel een beetje. Ik heb namelijk eentje gekocht, maar die was te klein. Helaas. Maar ik wilde nog iets van snoepjes meenemen. Misschien iets... zure matten of zo. Daar dacht ik gisteren ook in één keer aan. Denk ik, oh, dat krijg ik wel weer strek in of zo. Strek erop. Zure matten, veters. Even spieken. Ik heb alle boodschappen gehaald. Ik ben naar de apotheek gegaan, alleen de kruidvat was nog dicht. Het is natuurlijk 8:30 pas. Dus die gaat pas om 9:00 open. Dus misschien had ik straks nog even terugwandelen naar de kruidvat. Misschien niet. Ik weet het niet. Maar anders heb ik nog wel genoeg cremmetjes die mijn moeder op haar ogen kan smeren.
Maar ja, ready jongens. Ik moet zeggen, nu ik buiten loop, voel ik me wel iets fijner dan dat ik me voelde toen ik er net wakker was. Maar dat doet vaak al wonderen. Dus de kans dat ik echt terug naar bed in ga, dat is niet zo groot meer. Even een andere arm, want die tas is zwaar. Dat is niet zo groot meer. Maar ik denk... Oeh, het sticht eruit. Oh ja, daarom blijft hij niet hangen. Dat verklaart mijn hoop. Dus nee, maar verder... ik moet zo meteen de video editen. Nog een paar dingetjes doen. Dus die gaan we wel van maken. Het liefste, af en toe deed ik het, het liefste had ik gewoon een stage gehad. Dan was je gewoon sowieso 5 dagen in de week aan het werk. En bezig met school en kon je daarnaast daar nog mee bezighouden. Maar helaas, dat mag niet zo zijn. Ik zou aan de ene kant best wel graag terug naar school gaan hoor. Ik ga natuurlijk ook terug naar school. Ja, dat duurt dan wel even wat langer dan ik in eerste instantie had gehoopt. Met die BBL-opleiding en zo. Maar goed, uiteindelijk komen we er wel. Ik maak me er verder niet zo heel erg druk om. Ik wacht het gewoon rustig af. Ik ga er gewoon achteraan. En verder kunnen we er niet meer van maken. Maar goed. Ik ben hier even op naar huis met de boodschappen. Ik heb er allerlei lekkere dingen meegenomen. Die ik eigenlijk niet moest halen. Maar dat is gewoon lekker. Kan gewoon jongens, kan gewoon. Dus ik zat gisteren een beetje in dubio van joh, wat ga ik nu doen met die vlog van gisteren en die vlog van vandaag. Want het zijn gewoon 2 dagen weer vrij weinig doen. Maar ja, ik heb gezegd dat ik ging dagelijks vloggen. Dus ik zet het ook gewoon door en er zullen ook echt dagen bij zitten dat er of geen vlog online komt. Dat ik denk van ja, maar nu heb ik heel even geen zin. Of er zitten dagen bij dat, dat er wel een vlog online komt, maar dat er gewoon vrij weinig gebeurt. Of er gebeurt wel heel veel in de vlog, dat kan natuurlijk ook. Maar dat is een beetje het risico van het nu dagelijks vloggen. En nu kan ik het, dus nu wil ik het ook gewoon... Nu wil ik het ook wel gewoon doen. Maar ja, wel met de risico's. Dat het niet allemaal goed loopt. Maar goed, geef niet. Ik ze de regen in het water hier. Die beesten staan echt gewoon tot serieus door lijf in het water. Lekker koud. Visjes vangen. Ja, ik moet naar huis jongens. Dat is toch zwaarder dan ik dacht. Die blik soep erin. En die pak melk. Mijn god. Maar goed, ik wil wel even vertellen. Ik ben wel wat gewend. Goed, ik heb zojuist geluncht en even een t-shirt aangetrokken onder dit ding. Want ik ga dus geen jas aan doen. Ik ga even met mijn opa naar Aventuria in Den Haag. Mijn opa moest heel veel dingen hebben. Ik ga daar ook gelijk even een paar dingen voor Milo en zo halen. Dus, let's go. Ik heb net bij mijn tante een bos bloemen gebracht. Mijn tante was bij mijn opa en oma. Dus daar ben ik net heen gegaan om een bos bloemen te brengen. Want tante heeft haar arm gebroken. Dus een opkikkertje kan geen kwaad. Ik ga even plassen. Eventjes, ik neem dit klutstasje mee. En dan ga ik met mijn opa richting Den Haag. Goed, we zijn in Aventuria. We zijn nu hier. Even spieken. Dat is ook leuk. Een gitaar. Die vind ik ook wel leuk om voor ze op te hangen bij opa en oma in de kooi. Kunnen ze ook aan die belletjes trekken en ik ga die vorst meenemen. Klein cadeautje is wel leuk. Maar mijn opa zocht een spiegeltje. Waar ik dat dan weer ga vinden, goeie vraag. Goed, goedemorgen jongens. Het is vandaag de 2e dag. Ik dacht ik ga vandaag even 2 dagen aan elkaar plakken. Want er is gisteren niet heel veel boeiends gebeurd en vandaag gebeurt er wel helemaal niks. Het is voor mij vandaag donderdag. Is het alweer donderdag vandaag? Ja, het is donderdag vandaag en het is 8:15. Ik werd wakker door de vuilniswagen die hier om 7:30, 8:15 of zo voor de deur stond.
en echt herrie maakte. Dat ik dacht, serieus? Moet dat nu? Maar goed, maar niet uit. Ik ben in ieder geval wel wakker. Ik heb best goed geslapen eigenlijk. Heel vast geslapen. Wel laat gaan slapen, maar goed, dat maakt niet uit. Maar ja, ik ben wakker. Ik zie er niet uit. Ik heb even koffie gezet. Ik ga heel even een YouTube video kijken op mijn laptop. Want ik zag gisteravond laat dat Alicia Marie een nieuwe video heeft geüpload. Dus die wil ik eigenlijk wel heel graag even zien vandaag. Tenminste, nu. Dus dat ga ik. Dat gaat niet op die manier. Ik gooi bijna mijn koffie om. Levensgevaarlijk zo'n mens als ik. Echt waar. Maar ja, ik ga die dus nu even kijken. Want ik heb verder toch niet zo heel veel te doen. Ik zit gewoon nog lekker in mijn badjas. Want ik heb nog geen zin om mijn eigen aan te kleden. En als dat niet hoeft, waarom zou ik het dan doen? Het zonnetje schijnt trouwens weer buiten, jongens. Het is de afgelopen week echt een topweek qua weer. Het is echt heerlijk. Ik heb gisteren ook gewoon even lekker buiten gewandeld. En dan heb ik straks vanmiddag ook gewoon even lekker een klein rondje gemaakt door de polder of zo. Het is zulk lekker weer. Het is echt niet normaal. Maar wel echt super, super fijn. Ja, dat was het eigenlijk alweer zo'n beetje wat ik te melden had. Niet zo heel veel te melden eigenlijk, jongens. Even spieken hoor, ik moet heel even geweest checken. Ja, oké, top. Ja, ik heb trouwens, ik was mijn gouden hoesje kwijt. En die wil ik heel graag om, omdat het gewoon een heel fijn hoesje is. En ja, gewoon een van de fijnste die ik heb. Nou, drie keer raden wie die, ik wou zeggen wie die weer teruggevonden heeft en nu kan ik hem dus niet zien. Ben ik hem nou weer kwijt. Goed jongens, ik ben heel even lekker aan de wandel. Ik ging namelijk boodschapjes halen en ik dacht me in één keer, weet je wat? Ik ga gewoon even een stukje door de polder heen. Even lekker lopen, ik heb alleen zon tegen. Ik moet eigenlijk zo filmen, maar om achteruit te lopen lijkt me ook niet zo fijn. Maar het is super lekker weer. Het is echt heerlijk. Ik vermaak me echt best wel goed. Er zitten alleen zandkorrels in mijn schoenen nu. Dat is een beetje vervelend. Voel ik. Maar goed. Dat overleven we ook wel weer. Maar het is echt super lekker weer. Het is toch schitterend zo. Even gewoon lekker een stukje. Ik heb dat hele stuk daarachter. Wat je daar ziet, daar ben ik helemaal vandaan komen lopen. Maar het is gewoon heerlijk om 's morgens eventjes gewoon lekker zo'n stukje te lopen. Ik ga alleen denk ik wel hier de wijk weer in. En niet nog verder door. Of zal ik nog een stukje, ik ga nog gewoon een klein stukje doorlopen. Wat maakt het ook uit jongens, het is heerlijk weer. Mij hoor je niet klagen, ik heb wat leuke selfies genomen net. Dat ik die weer online kan zetten. En ja, zo even boodschappjes halen. Moet ook gebeuren, ik heb echt vet tegenlicht, dat is wel irritant. Ik zoveel misschien. Maar het is al met al echt heerlijk weer. Ik dacht eerst van, oeh, het is een beetje fris met zo'n jas aan. Maar het is echt perfect. Ik heb trouwens gewoon mijn crossbody om. Ik denk, ik ga niet met handtassen sjouwen en al. Gewoon lekker makkelijk. Er zitten hier overal waterkipjes die hier rondlopen. Het is gewoon super lekker dit. Alleen mijn ogen tranen door de frisse wind. Ja, er is niet echt een frisse wind. Kijk jongens, waterkipjes. Zo dichtbij. Hallo kipjes. Die zijn ook niet bang. Nou zeg. Maar rennen die beesten gelijk weg. Maar deze zijn niet zo bang. Dus nee, ik ga lekker een klein stukje wandelen. Boodschapjes halen. En dan weer terug naar huis. En dan vanmiddag met mijn moeder lekker op de bank met een chipje erbij. En misschien een lekker toastje of zo. Julian the Phantoms opnieuw kijken. Mijn moeder heeft het nog nooit gezien. Ik wel. Ik vond het echt top. Ik luister de muziek nu ook. Maar ja, helemaal leuk dit. En ik moet trouwens nog een audioboek luisteren. Die heb ik nog niet gedownload. Tenminste, heb ik wel gedownload, maar nog niet geluisterd. Dus dat moet ik nog doen. Dus dat gaan we gewoon nog even doorlopen.
denk dat ik gewoon nog even lekker doorloop. Het is toch rustig. Mij hoor je hier niet klagen hoor, jongens. Het is echt heerlijk. Oh, dit is toch mooi zo'n tuin hier. Zo'n afdak, wauw. Ik kan die gansjes hier liggen. Of eenden, weet ik wat het zijn. Ik ben niet zo'n vogelkenner. Tenminste, wel een vogelkenner, maar niet als het gaat om wilde vogels. Ik heb trouwens mijn... Ja, dan moet ik het goed uitspreken. Claudia Relay schoen of zo. Van TK Maxx aan. Ik heb deze ook in het zwart. Loopt echt super lekker trouwens. Maar ik dacht, ik ga mijn witte schoenen weer eens aandoen. Ik heb het eigenlijk best heel snel gelopen. Dat is eigenlijk best stom. Als ik gewoon redelijk lekker rustig aan het wandelen was geweest. Deze vlog gaat trouwens wel lang worden, denk ik. Bedenk ik nu. Omdat het 2 dagen zijn. Maar dat kan geen kwaad. Ik ben trouwens wel een beetje verkouden, zoals jullie kunnen horen. Ik denk dat het komt omdat ik gisteren en eergisteren zonder jas buiten heb gelopen. Misschien is dat een beetje te veel van het goede. Maar er zijn echt overal mensen lekker aan het joggen. En... met zijn honden aan het uitlaten en iedereen geniet echt, je ziet echt iedereen genieten van dit weer. En dat mag ook wel, want het is echt vet lekker weer. Het is echt super weer. Maar goed, genoeg gebabbeld jongens, anders is de vlog straks helemaal 3 kwartier lang. Nee, niet dat dat erg is. Maar ja. We gaan lopen naar de supermarkt, boodschapjes halen. En ja, kijken wat ik vandaag nog ga filmen. Misschien dat ik verder vandaag niet zo heel veel film. En het hier gewoon lekker bij laat. En gewoon lekker een rustig dagje met mijn magen hebben op de bank. Ik denk dat dat wel ook wel een goed en lekker plan is. Dit is trouwens ook echt fantastisch, zo'n uitzicht. Goed jongens, het is de volgende dag weer. Ik heb gisteren inderdaad dus gewoon niks meer gefilmd, maar ik wil nog wel even de vlog afsluiten. Er zijn wat veranderingetjes gebeurd hier, zoals je ziet. Maar dat zie je allemaal wel in de vlog van... morgen of overmorgen. Ligt er even aan. Ik heb vandaag verder ook niks meer gevlogd, dus... waarschijnlijk de vlog van overmorgen. Ik ga in ieder geval nu deze vlog editen. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog en ik zie je heel erg snel bij een nieuwe vlog. Doeg!